Deze week is er een nieuw project begonnen dat ook alles te maken heeft met de archieven in Suriname. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nederland. En vandaag hebben we dan als gast in de studio historicus Koen van Galen, die ons alles kan vertellen over dit project. Goedemiddag vanuit Paramaribo, meneer van Galen. Goedemiddag vanuit Nederland. Bedankt dat ik bij u in de uitzending mag zijn en dat ik over het project mag vertellen. Ja. Kunt u ons gelijk vertellen, wat houdt het project precies in? Wat dit project inhoudt is eigenlijk een samenwerking tussen het Nationaal Archief Suriname, de Anton de Kom Universiteit en de Radboud met steun van het Nationaal Archief Nederland om de bevolkingsregisters van Suriname, dus de burgerlijke stand, om die te digitaliseren. En wat we daarbij doen is eigenlijk dat we beginnen nu met de geboorteaktes en daarna komen de huwelijksaktes, de opleidingsaktes. En op die manier proberen we eigenlijk informatie over de hele bevolking van Suriname vanaf 1828 in kaart te brengen. Tot maximaal 1950. En wat is het belang voor het ontsluiten van deze archieven? Het belang daarvan is eigenlijk op twee manieren. Aan de ene kant is het er een wetenschappelijk belang achter. En dat belang zit erin dat wij, en dan uiteraard de Anton de Kom Universiteit en de Radboud Universiteit, we willen beter snappen eigenlijk hoe de bevolking van Suriname zich in die tijd ontwikkelt. Bijvoorbeeld wat de effecten zijn van slavernij, ook in de periode na 1863, als mensen vrijkomen. Of wat de invloed is van de komst van nieuwe groepen naar Suriname. Denk u aan de Indostaanse contractarbeiders, of de Javaanse contractarbeiders, de Chinese contractarbeiders. En die interactie proberen wij te onderzoeken. En doordat we al die registers beschikbaar maken, kunnen we alle individuele levens van mensen als het ware reconstrueren. En dat biedt heel veel inzicht daarin. Maar er zit nog een tweede en nog misschien nog wel belangrijke reden achter. Dat op het moment dat we dit digitaal maken, zetten we dat natuurlijk online. En dat gebeurt op de website van het Nationaal Archief Suriname. En op die manier krijgt iedereen inzicht in haar of zijn familiegeschiedenis. Dus u kunt zelf dan thuis zoeken naar uw eigen voorouders. Want het kan nu eigenlijk niet, het kan alleen in het archief. Dan kunt u dat via de computer thuis doen. Het klinkt een beetje als het project waarbij ook de slavenregisters een paar jaar geleden online werden gezet. Kunnen we aan hetzelfde project denken ongeveer? Nou, het is wel dezelfde projectgroep. Dus een paar jaar geleden heb ik dat samen gedaan met Maurits Hassenkamp van de Anton de Kom Universiteit. En nu hebben we eigenlijk het project uitgebreid verder. En uiteraard weer volop met steun van het Nationaal Archief Suriname. Dus ja, dat project ging eigenlijk zo goed. En we waren eigenlijk achteraf gezien ook zo tevreden over hoe het uitgepakt en hoeveel mensen er mee hebben geholpen. Dat we dat dachten van nou, dan durven we het ook aan om dit. Want dit is een veel groter project. Dat is een veel langere tijd. Maar natuurlijk, in de eerste helft van de 20e eeuw wonen er gewoon veel meer mensen in Suriname. Ik moet er wel bij zeggen, u moet er wel bij denken dat deze akten die nu gedigitaliseerd en ook online komen, zijn wel actes die al openbaar zijn. Dus u kunt ze al in het archief zien. Dus dat betekent dat er geen actes in zitten in principe voor mensen die nu nog in leven zijn. Oké, dan de manier waarop het project wordt uitgevoerd. U bent op zoek naar vrijwilligers om te helpen om de archieven online te zetten. Hoe werkt dat precies? Wat doen de vrijwilligers in dit geval? Nou, wat de vrijwilligers doen, is dat ze eigenlijk meehelpen om alle actes die al digitaal zijn gemaakt, een deel al in het verleden door het CBB, een deel op dit moment door het Nationaal Archief Suriname, die komen op een website te staan en mensen helpen mee om de informatie uit die actes over te zetten in een database, zodat het doorzoekbaar wordt. Dus wat vrijwilligers eigenlijk doen is zorgen dat die actes ook werkelijk doorzocht kunnen worden. En dat is een heel spannend werk, want dat betekent dat je eerst een akte leest en dan vervolgens gaat kijken van wat gebeurt er eigenlijk? Wie is nou de aangever? Wie zijn de getuigen? Wie is de moeder? Hoe heet het kind? En soms kom je hele wonderlijke dingen tegen over familieomstandigheden uit die tijd. Zoals? En ik merk dat de vrijwilligers heel erg leuk vinden.
Sorry hoor, u Waar zei je dan aan wonderlijke moet dingen denken is. zoals. Waar u dan bijvoorbeeld aan moet denken is. Informatie over de levens van mensen, over mensen die soms. We zijn een voorbeeld tegengekomen van iemand die aangifte doet van de geboorte van een kind. Een meneer en de moeder wordt erbij vermeld, het is allemaal keurig gedaan. En hij geeft ook toe dat het kind van hem is, ze zijn niet getrouwd, haar laten zien. En dan sla je de bladzijde om en de volgende akte staat dezelfde meneer weer, maar dan doet hij aangifte met een andere mevrouw. Dat soort dingen, dat zijn natuurlijk wel geschiedenissen die op dat moment liever toen niet in de openbaarheid kwamen. Maar het is inmiddels ruim 100 jaar geleden. Dus het ligt al iets minder gevoelig, hoop ik. Ja, oké. Teruggaand naar de vrijwilligers. Mag een ieder zich daarop opgeven? Heb je bepaalde skills nodig? Naar welke vrijwilligers bent u op zoek voor dit project? We zijn op zoek naar vrijwilligers die iets kunnen met dit soort 19e-eeuwse teksten. Dus wij denken met name aan mensen die kunnen helpen, bijvoorbeeld om, denk aan mensen, schoolmeesters, mensen met een achtergrond in bibliotheken of in archieven, of die zelf heel veel onderzoek hebben gedaan naar hun eigen familie. Want het vereist wel enige oefening om met die handschrift op te gaan. Maar in principe kan iedereen dat leren. Dus als u thuis een internetverbinding heeft en een beetje een fatsoenlijke computer, en u heeft een beetje een handigheid in het lezen van dit soort dingen, dan komt u eigenlijk al een heel eind. En uiteraard organiseren we ook online trainingen. We hebben ook allerlei handleidingen, hulplijsten, allemaal informatie erbij om het wat makkelijker te maken voor de mensen. Want het moet natuurlijk ook leuk blijven om te doen. En dat is gelukkig wat we wel terug horen. Mensen vinden het ontzettend leuk om te doen. En heel veel mensen zijn zo enthousiast dat we ze af en toe moeten denken van, zorgt u dat u ook nog een beetje tijd overhoudt voor andere dingen? Nou, leuk om het te horen in ieder geval. De samenwerking met het Nationaal Archief Suriname, hoe ziet dat precies eruit? Nou, sorry. De samenwerking met het Archief Suriname is eigenlijk een hele solide samenwerking. We werken natuurlijk al samen sinds het project van de slavenregisters, al heel lang. En eigenlijk in dit project hebben we het gezamenlijk opgepakt om te zorgen dat de burgerlijke stand, deel wat al in het archief ligt, helemaal opnieuw geïnventariseerd, delen gerestaureerd en vervolgens gescand. En op die manier, dankzij die ontzettende inzet van de medewerkers van het Nationaal Archief Suriname, onder leiding van mevrouw Chien Phu, heeft het eigenlijk toe geleid dat we dit project ook kunnen uitvoeren. En het is een groot project, want u moet bedenken, de eerste stap waar we nu in zitten, dat gaat om ongeveer 14.500 scans. Maar het hele project, de hele burgerlijke stand van Suriname uit deze periode, is ongeveer 300.000 scans. Dus het is ook wel een klus die een behoorlijke tijd gaat duren. Ik verwacht zeker toch een jaar of twee tot drie. Oké. Dus het verwerken van de informatie kan zeker nog 2 jaar in beslag gaan nemen, zegt u? Ja. Oké. Zijn er nog meer archieven, documenten die ontsloten moeten worden als het gaat om de Surinaamse archieven? Zijn er nog meer projecten op stapel? Ja hoor, dus één ander project waar we op dit moment eigenlijk aan het opstarten zijn. En dat gaat om de migratieregisters. Met name de migratieregisters van mensen die afkomstig zijn uit India, dus Hindoestanen. En dat is in het verleden al een keer opgepakt, maar dat moet eigenlijk nog afgerond worden. En dat is op dit moment een project waar mijn collega Maurits Hassenkamp mee bezig is, Ja. uit de Antonie Kok Universiteit. En dat is ook een project waar binnenkort ook een oproep voor komt. Want ik weet dat voor dit project ook beslist meer vrijwilligers nodig zijn. En dan gaat het eigenlijk om informatie over hoe zijn de mensen naar Suriname gekomen, hoe zag hun tijd als contactarbeider eruit. Ja. En dat sluit direct aan eigenlijk op die burgerlijke stand. Want ja, hun levens daarna kun je volgen de burgerlijke stand. Ja. Oké. Dan tot besluit, meneer Van Galen. Het project is deze week al begonnen en dat wil zeggen dat al een aantal mensen zich heeft opgegeven hiervoor. Wat is de respons tot nu toe die u heeft gehad? Nou, mevrouw, ik kan u zeggen dat die is echt geweldig. Ik heb nog nooit zo'n project meegemaakt. Ik dacht dat het heel goed ging met de slavenregisters. Maar we hebben nu al binnen een paar dagen meer dan 250 mensen die echt actief bezig zijn. En nog van 100, 200 mensen die
die nog aan het ontdekken zijn. Maar alleen al die 250 mensen die zo actief zijn, die hebben bij elkaar de afgelopen 3 dagen meer dan 3000 actes ingevoerd. En als u bedenkt dat wij een reële schatting hadden gemaakt van nou, als er 400 tot 500 per dag worden ingevoerd, dan gaat het goed. Dan kunt u beseffen dat wij heel tevreden zijn over hoe het nu gaat. En wij hopen, er kunnen nog meer mensen bij, dus we hopen dat we het nog sneller kunnen doen natuurlijk. Want hoe sneller we het samen voor elkaar krijgen, hoe sneller ook de resultaten online komen te staan. Want we willen ook echt dat deze informatie, net als toen in het tijd van de slavenregisters, eerst online komt te staan voor het publiek en dan pas voor de wetenschap. Want dit is tenslotte Surinaams erfgoed, dus moet gewoon voor het publiek in Suriname en het publiek in Nederland met Surinaamse wortels ook gewoon beschikbaar zijn. Mooi. U bent zelf historicus. Wat intrigeert u zelf over de Surinaamse geschiedenis? Wat mij bijzonder intrigeert is, nou, ik noemde net al de vraag, hoe werkt slavernij op lange termijn door? Er wordt natuurlijk heel veel over gepraat in de wereld. Maar vaak is het heel lastig om daar ook echt bronnen over te vinden. En ik wil eigenlijk snappen, vooral snappen, hoe bouwden mensen hun leven in 1863? Als je mensen bedenkt dat mensen er zijn die hun hele leven op plantages hebben geleefd, in principe zonder ooit geld te verdienen, en die moeten opeens in de geldeconomie meedraaien, die moet opeens een boterham verdienen, die moet opeens hosselen om een levensonderhoud te voorzien. Je kunt je voorstellen dat sommige mensen daar prima mee op weg komen, maar je kunt je ook voorstellen dat er mensen waren die zich heel moeilijk konden aanpassen aan die veranderde omstandigheden. Ja. Ondanks dat ze vrij waren, dus toch eigenlijk slechter af waren, financieel en economisch. Dus ik ben heel benieuwd of we dat terugzien en wat we daarvan kunnen leren. Want dit is zo bijzonder aan Suriname, alleen Suriname en Curaçao, maar dat is natuurlijk veel kleiner. Alleen Suriname en Curaçao hebben een soort bronnen waarbij je echt die mensen individueel door de tijd heen kunt volgen. En dat maakt mij als wetenschapper enorm enthousiast. En dat is ook de reden waarom we nadrukkelijk ook de komende jaren de samenwerking met de Anton de Kom Universiteit verder gaan uitbouwen. Zodat er ook Surinaamse wetenschappers hiermee aan de slag kunnen en hierop kunnen promoveren. Dat vinden wij, ja, vanuit het project. We hebben een gezamenlijke stichting, Historisch Database Suriname, waarin Anton de Kom meewerkt, waarin de Radboud Universiteit meewerkt, maar waarin ook bijvoorbeeld het Nationaal Archief Suriname meewerkt. En via de stichting proberen we die kennis gewoon bij iedereen te krijgen. Het moet niet zo zijn dat een of andere meneer in Nijmegen met Surinaamse kennis vandoor gaat en een goede sier mee gaat maken. Dit is kennis van de Surinaamse bevolking, dus die moet ook in Suriname verder ontwikkeld kunnen worden. Ja, ik zou net vragen, want slavernij in Nederland is op dit moment erg actueel. Zal dit project bijdragen aan de informatie in Nederland als het gaat om de slavernij in het algemeen? Dat denk ik zeker. Ik denk dat in Nederland, dat hebben we met de slavenregisters ook gezien, dat het heel veel meehielp eigenlijk om inzicht te geven in slavernij. En de beleving over dat slavernijverleden ook veel meer op het netvlies te brengen. Maar wat ik ook denk, is dat de historische bronnen die Suriname heeft op dit punt, zijn zo bijzonder dat ze niet alleen voor Suriname zelf, voor Nederlands interessant zijn, maar eigenlijk echt van wereldwijde belangstelling zijn. Het is niet voor niks dat het Nationaal Archief Suriname juist deze bronnen heeft voorgedragen als werelderfgoed. Want ja, bijna nergens op de wereld is eigenlijk zoveel informatie bewaard gebleven over mensen in slavernij als juist in Suriname. Oké, meneer Van Galen, we zouden nog heel lang door kunnen praten over de geschiedenis van Suriname. Maar voor dit moment wil ik u bedanken. En als er in de toekomst updates zijn over het project, dan nodigen wij u graag weer uit om daarover te praten. Heel graag. En hartelijk dank. En ik nogmaals graag een oproep aan uw publiek. Doet u alsjeblieft mee als u denkt dat u het kunt. Doe mee als vrijwilliger. De website is hdsc.ning.com. Dank u wel.